Hallo en welkom op het Lucky Bastards YouTube kanaal. Vandaag gaan we een review bekijken, gespeeld door Sagara Sozo, met de Centurion Action 10. Centurion Action 10 is een tier 10 Britse medium tank. Wanneer die fully upgraded is, doet die 390 damage met AP shells. Doet hij 2837 damage per minute en die heeft een penetratie van 268. De herlaadtijd is 8.25, daardoor schiet hij 7.28 ronden per minuut en er kunnen 68 kogels worden meegenomen in battle. Zijn topsnelheid is 53 km per uur en hij heeft een redelijk goede gun depression van 10 graden. De armor is 120 vooraan, 50 zijwaarts, 31 achteraan en voor de turret 198 vooraan, 152 zijwaarts en 95 achteraan. En de tank heeft een HP-waarde van 1950. Laten we even kijken naar de battle van Sagara Sozo. Deze Britse tier 10 tank is een redelijk wendbare tank. Met zijn 53 km per uur kan je al redelijk snel van de ene kant naar de andere kant van de map gaan. Wat we ook in deze battle zullen zien. Zijn decals zijn leuk. Viper, hit to run. Hit and run. En hit and run is ook wat Sagara Sozo eigenlijk hier in deze battle gaat demonstreren. Sagara Sozo van de clan Belgium Tank Division kiest ervoor om hier de rechterflank van de map te gaan bekijken en met hem komt er een light tank die zal trachten te spotten voor hem. De AMX-1375 komt mee om te spotten. Momenteel ziet het hier nog rustig uit. Dus Sagara Sozo riskeert hem toch iets verder de berg op. Het is een ontmoetingsgevecht, dus centrale punt in het centrum van de map. Blijkbaar staat er al een vijandelijke tank die aan het cappen is. En hier wordt de eerste tank gespot, een object 140. Voor alle veiligheid trekken beide tanks even terug. Ook de light tank, dus de vijandelijke tank kan niet meer gespot worden. De Sagara Sozo doet het dan maar zelf. 1 schot, 487 damage. Dat is niet mis. Maar dit is ook de enige tank die momenteel hier op de rechterflank wordt gespot. Ondertussen kunnen we zien op de minimap dat op de linkerflank een medium en een heavy aan het doorbreken zijn. Een ander medium is nog steeds de cap aan het nemen. Wat nu niet meer het geval is. En Sagara Sozo kiest ervoor om de rechterflank even te laten voor wat dat is. En met succes. Want zo heeft hij nu net een Leopard PTA uitgeschakeld. 385 damage op de SP1C. Nu kan je vooral goed zien hoe wendbaar die Centurion Action 10 is. Rechts zit er een light en een medium. Sagara Sozo heeft dat ook gezien en gaat even polshoogte nemen.
critical hit. 416 damage op de Ru 251. Zoals je kan zien heeft Sagara Sozo er ook voor gekozen om met premium munitie te vuren. Hier mist hij de object 180, 140 sorry, maar net. En ondertussen wordt hij aangevallen door de Leopard PTA, die momenteel hier nergens in de buurt staat. Gewoon geramd. Zoals dat je kan zien is Sagara Sozo hier het ook alleen aan het opnemen tegen 3 à 4 tanks. Nog een mooie kill, Isu 152 uitgeschakeld met 343 damage. Hier gaat hem even de light uitschakelen, de Ru. En dan zit er op de hill ook nog ergens een. Dus veel hulp krijgt Sagara Sozo hier niet. Het meeste werk op de rechterflank heeft hij zelf gedaan. Nog 6 tanks, vijandelijke tanks die overblijven. Nog even snipen op de T-44. Mooi schot trouwens. En nu gaat hem verder op jacht naar de resterende 5 vijandelijke tanks. De medium E50M komt ook aanzetten om wat hulp te bieden. Momenteel, ja, daar is de volgende. Nog een object 140. Maar de T-44 zit er ook nog altijd links. Het is een Leopard. Het is die Leopard PTA die hem vanuit die positie daar al geraakt had op de rechterflank. En die wordt uitgeschakeld door een ander teamlid. Enemy destroyed. De object 140, nog even snel 144 damage en uitgeschakeld. En nu resteert er enkel nog de vijandelijke Arty. Die wordt onder vuur genomen door de E50M. Die heeft hem schade gedaan. En nu komt Sagara Sozo aan en vernietigt de Arty. Prachtige battle. 3202 damage, heel mooi aangetoond hoe wendbaar de Centurion Action 10 is. Like de video, deel de video en vooral kijk naar onze andere video's.